Hallo iedereen die kijkt en welkom bij deze eerste kwartaalupdate. Ik wil deze updates gaan doen zodat het beter zichtbaar is wat ik allemaal doe in mijn atelier en hoe ik tot ontwerpen, planning en opdrachten en leuke ideeën tot stand kom. In deze kwartaalupdate kan ik nog niet laten zien wat ik afgelopen maanden heb gedaan, want ik heb nog niet zoveel gedaan helaas. Ik kan wel laten zien wat ik aankomende maanden wil gaan doen. Ik wil me alvast excuseren dat ik een beetje snotterig kan klinken, want ik ben net een flinke week ziek geweest en het is nog niet helemaal over, maar ik voel me al wel beter genoeg om deze update op te nemen, zodat deze nog wel op tijd online gezet kan worden. Ik wil me aankomende 3 maanden, dat is oktober, november en december, bezighouden met 3 dingen. Ik wil, het uiteindelijke doel is om een leuke jurk voor de kerst te maken. Ik vind het leuk om ieder jaar een mooie jurk voor mezelf te maken voor de kerst en me daarin een beetje uit te dagen. Om het patroon alvast een beetje te verkennen, wil ik aan het begin van dit kwartaal een simpelere variant ervan maken in een ander stofje, zodat ik kan kijken hoe het zit en of het werkt. En daarna wil ik hem gemaakt van een andere stof. Ik zal zo de stoffen even laten zien welke ik heb uitgezocht. Daarbij heb ik ook heel veel projecten die maar niet afkomen. Ze blijven liggen en ik kom er niet aan toe. Dus daar heb ik ook dit kwartaal een project van liggen die ik gewoon dit kwartaal af wil hebben. Dus die hoop ik tussendoor af te kunnen maken. Dit is de berg stoffen waar ik het over had. Eens even zien. In eerste instantie heb ik deze stof in gedachten. Er zit ook al voeringsstof bij. Ik heb deze stof ooit voor een project gekocht dat uiteindelijk niet doorging. Omdat ik er vanwege mijn depressie niet aan toe kwam. Dus, maar het is een prachtige stof en ik wil hem graag gebruiken. De camera trilt een beetje als ik op de tafel sla, sorry. Maar ik wil deze stof graag gebruiken voor de kerstjurk aankomend jaar. Ik wil een simpele kerstjurk eigenlijk maken. En ik wil dit jaar iets eenvoudiger houden, maar wel een beetje uitdagen. Maar ik wil een eenvoudig model doen. In de hoop dat ik hier niet helemaal eruit spring. Eens even zien. Daarbij heb ik deze stof 3 jaar geleden ongeveer. Met mooie hartjes. Eens even kijken. Heb ik gekocht in Japan. En daarvan wil ik graag een soort over, ja, shirt-achtig, ja, voile maken. Om over de jurk te dragen, zodat er iets meer interesse is. Dus stiekem ga ik 2 items maken. Om het model te oefenen en te kijken hoe het mij staat, heb ik deze stof. Dit is een groene vloerstof. Velourstof. Ik had neiging om vloer te zeggen. Het is, wordt een beetje grijzig op de camera als ik het zo zie. Misschien kan ik zo de kleuren iets aanpassen. Hij is heel mooi donker mosgroen. Daar hoop ik een model uit te krijgen. Het kerstmodel wil ik vloerlengte maken. Of iets erboven, maar lekker lang. En deze mag wat korter, iets over de knie. Ik hou ervan om een rok op over de knie te hebben. Om het overshirt te oefenen heb ik deze stof. Het is een groene tricot, een breisel met een glitterrand erin. Dat ook vrij feestelijk kan staan. En er zit een kaartje opgepind met de trui staat erop. Dat wil ik, wou ik er ooit van maken. Ik heb die stof jaren geleden gekocht op Stoffenmarkt. De vloerstof heb ik trouwens volgens mij gekregen uit een random erfenis. Nou is de vloerstof niet heel groot. En mocht het niet lukken om de jurk eruit te krijgen, dan heb ik nog deze knalroze stof die heel rood of koraalachtig uitkomt op de camera. Maar hij is echt fuchsia roze, magenta eigenlijk. Dat is een gordijn geweest bij mij toen ik in Zeist woonde.
Dan wil ik kijken of ik het anders daaruit kan halen. Maar dat is meer een backup. En daar heb ik ook nog. En daar zou ook dat groen mooi bij staan. En ik heb ooit deze stof erbij gekregen. Ooit gekregen van mijn oppaskindje. Het zijn een paar restjes. Dus daar zou ik dan wat details of iets van op willen maken bij deze stof. Maar dat moet ik even kijken hoe of wat dat gaat. En anders wordt dit gewoon een side project voor later misschien. Dat ik het gewoon het patroon nog een keer ga gebruiken. Omdat ik het wel een hele mooie kleur roze vind. En ik vind hem heel leuk bij dat grijs staan. En bij dat grijs zit ook leuk dat groen in. Dus dat zou dan ook weer leuk kunnen combineren met het groen. En uiteindelijk kan ik ze natuurlijk dan, als ik 3 tops heb gemaakt en 3 jurken, zou ik ze zelfs nog alle 3 met elkaar kunnen combineren. Het model dat ik voor de groene stof en voor de hartjesstof in gedachten heb, zou niet uit deze restjes kunnen. Daar moet ik wat anders voor verzinnen. Maar dat zie ik tegen die tijd wel. Dus tot zover het kerstproject kerstjurk. En dan het project wat afgemaakt moet worden, dat is dit project. Het is van het huwelijk van mij en mijn man. Hebben wij iedereen met een textielstift een gelukswens op lapjes stof van de restjes van mijn trouwjurk laten schrijven. Vervolgens heb ik foto's op stof laten afdrukken. En die heb ik allemaal al een soort van aan elkaar gelokt. Ik heb alleen nog een gat in het midden gehouden. Daarom zitten dus niet alle stukken aan elkaar. En daar moet ik dus nog stofjes, wil ik lapjes van elkaar maken. Want ik had helaas niet meer 1 grote lap groot genoeg. En daar wil ik het borduurwerk wat ik onder op mijn rok had van mijn trouwjurk, wil ik daar nog een keer op namaken. En daar loop ik gewoon al een hele tijd tegenaan tikken. We zijn nu inmiddels 2,5 jaar getrouwd, dus het wordt tijd dat die afkomt. Dat is ook het doel, hem afkrijgen voordat we 3 jaar getrouwd zijn. Dus nee, ik wil hem gewoon, deze wil ik ook voor het einde van het jaar wil ik de quilt af hebben. Dus dat houdt in het borduurwerk maken, het borduurwerk tussen de tussen hetgene wat ik al heb aan elkaar gemaakt zetten. Een vulling erachter zetten en dan doorstikken. Dat is daarvan het plan. En dan een ophangsysteem eraan maken. En dan hoop ik dat ik hem ergens mooi kan ophangen. Om inspiratie op te doen voor mijn kerstjurk heb ik behoorlijk wat zitten pinnen op Pinterest, zoals je ziet. Ik werd met name aangetrokken door de langere jurken met wat rechtere en simpelere stijl. Zoals je ziet komt dat silhouet dus ook veel terug. Om het simpel te houden ga ik wel voor de spaghettibandjes. Nou, zoals je ziet heb ik behoorlijk veel gepint. Ze zijn voor mij wel bijna onderaan. Ja. Ik zal even laten zien wat ik mooi vind. Zoals hier bij deze groene jurk zie je een deelnaad. Die schuine deelnaad, dat leek me erg mooi. Maar dan zou ik wel een asymmetrisch patroon moeten maken. Want dat is iets meer werk. En ik wou graag een snelle jurk maken. Dus dan, en dit zou eigenlijk de basis zijn. Die vond ik wel erg mooi als basis zijnde. Dat zou dan eigenlijk meer een model als deze worden. Dit vond ik ook erg mooi om de koepnaden te verwerken. En dit leek me ook wel heel gaaf om te doen. Maar ik wil graag gewoon een BH onder mijn jurk aan kunnen trekken. Dus die viel ook wel snel af. Dit sierrandje van deze japon zou ik wel heel leuk vinden om te maken. Maar is natuurlijk heel veel werk en heel veel gefinicky. Hier zie je ook weer die asymmetrische getwiste deelnaden terug. En hier zie je ook wel heel leuk gepuzzel met de koepnaden. En dat lijkt me ook wel heel interessant om te gaan maken.
En dat is nogal een uitdaging voor mij, want dat heb ik nog niet eerder gedaan. En ik kan het toch niet laten om iets van een uitdaging in mijn model te gaan creëren. Want gewoon een recht modelletje, dat zou ik niet aardig vinden. Dat daar op een of andere manier blijft dan toch jeuk om wat aparts te proberen. Dit lijkt me ook heel leuk met deze plooitjes. En hier ook weer die schuine banen. Deze maakt het wel weer heel ingewikkeld. Oh. En hier weer schuine banen. Dit is ook een aardig effect, alleen vind ik het moeilijk om dit toe te gaan passen, waarschijnlijk met spaghettibandjes. Dit is ook een mooie verwerking van de koepnaad. En deze vind ik ook wel heel mooi om een keer toe te gaan passen, dus wellicht. Deze ronde vormen en ook de ronde inzet van de rok vind ik erg mooi. Maar dan wordt het een erg wijd model aan de onderkant. En dat zou ik eigenlijk niet willen. Want dat kost te veel stof, ben ik bang. En zoals dit model die lange ketting heeft. Ik heb toevallig ook een mooie lange parelketting. Nep parels. En die lijkt me ook heel leuk om dan op de zwarte japon te dragen. Dus dat is in ieder geval inspiratie voor mijn kerstjapon. En dan had ik ook nog van de stof voor de hartjes. Zat ik een beetje echt met zo'n twist te denken. En zoals hier bij deze top, die vouw die erin zit, dat lijkt me ook wel mooi in de hals. En dat dit zo lang valt, dat vind ik ook wel heel erg mooi. Hier zie je ook zo'n twist erin. Dat is ook een uitdaging voor mij om te maken. Dus dat, daarom lijkt me dat ook wel aardig. En hier zit ook zo'n halstwist in. En een twist op de twist op de heuphoogte. Dus dat lijkt me ook heel interessant. Om dat te gaan toepassen. Maar ik wil dan. Dus dat is in ieder geval, zo ben ik in ieder geval op mijn inspiratie gekomen. Nou, nadat ik mijn inspiratie had uitgezocht, ben ik wat schetsen gaan maken. Hier zie je als het ware, als eerst heb ik het basismodel getekend, zoals ik het zou willen, het silhouet. En daarna ben ik eigenlijk alles wat ik tegenkwam op Pinterest, wat ik had gepint, gaan uittekenen. Zoals de watervalhals, of hier de gekruiste deelnaden. Hier zie je dat ronde terug weer. En hier plooitjes als koepnaden. Hier zie je die rondingen terug van, van die groene top. En dit zijn eigenlijk die plooitjes van, van dat grijze jasje wat ik tegen was gekomen. Dit zijn die swirls. Had ik als inspiratie. En dit is dat randje van die bloemetjesjurk die ik had gezien. En uiteindelijk heb ik ook hier die koepnaden getekend als twee golven in elkaar. En uiteindelijk ben ik daarop gesetteld. Omdat ik niet zeker weet of ik het hele voorpand asymmetrisch wil hebben. Dus dat ik alleen de top doe en dan een naad maak. Zodat ik de rok wel op de stofvouw kan leggen. Daar zit ik nog een beetje aan te twijfelen, dus vandaar dat ik hier een stippellijn heb getekend. Als in wellicht een deelnaad, een taillenaad en wellicht niet. Dat gaan we dan nog even bekijken. Vervolgens heb ik het model uitgetekend als werktekening. Dit is mijn werktekening. Hij is niet heel duidelijk, maar ik ga er gewoon mee aan de slag.
Hier zie je weer die koepnaden die zo geswirled zijn en de eventuele taaiennaad. En op het achterpand wil ik dus de koepnaden laten doorlopen naar het middenachterpand, of naar de middenachternaad, waar ook de rits in zal komen. Ik doe gewoon een blinde rits en ik ga het niet te moeilijk maken. Spaghettibandjes zijn ook gewoon rechte bandjes. En eventueel dan ook weer een taaiennaad. Maar daarvoor ga ik eerst... Even zien. En vervolgens heb ik een schets gemaakt van de top. Maar dat vond ik wat lastiger. Dus ik denk dat ik die met name ga draperen over de paspop heen moleren. Om te kijken wat ik daarmee wil qua patroon. Nou, dan komen nog een paar schetsen. Voor wat illustratietekeningen. Deze is lekker onduidelijk. Dan hebben we deze. Als tekening, illustratie hoe het zou kunnen worden. Zonder de top. En dit zou hem dan zijn met top. Dat was dus een klein kijkje in hoe mijn denk- en ontwerpproces tot stand is gekomen voor de jurk die ik dit kwartaal wil gaan maken. De eerste stap is nu het op 1/4 schaal het patroon tekenen, zodat ik kan kijken of ik het überhaupt uit de stof ga krijgen. En of ik dus een taaiennaad ga toepassen of niet. En daarna de groene proefpatroon maken, of de groene proefjurk maken. En daarna ga ik hem in het zwart maken. Wellicht dat ik nog een twaalf tussendoor maak, maar over het algemeen, als ik vertrouwen heb in het patroon, maak ik hem meteen uit toch ook wel leuke stof, want dan kan ik hem meteen dragen. Dit is het einde van de update. Ik hoop dat het interessant was, omdat je graag komt kijken naar de update van de groene jurk, mocht die groen worden. Ik hoop dat ik in ieder geval de kerstjurk op tijd klaar heb voor de kerst en dat ik hem kan showen aan mensen. Maar anders trek ik hem gewoon in mijn thuisomgeving aan. Want ik vind het altijd leuk om mij mooi aan te kleden voor speciale gelegenheden. Ik hoop ook dat ik in ieder geval dit kwartaal eindelijk mijn trouwkwilt afkrijg. Zodat hij ook een mooi plekje kan krijgen. En dat we dan... En dat ik een nieuw jaar kan starten met weer nieuwe projecten. Toedels!